Welkom op het vrouwentoilet. Want aan de ene kant is je moeder je grootste cheerleader, maar aan de andere kant is ze ook je grootste soort van criticus. En ik denk, wacht eens even. All along, this was not me, this was you. Je sensualiteit en je seksualiteit als vrouw zijn dus zo powerful. Ja. En juist daarom wordt het ook afgestraft. Oh! Van jongs af aan, als migrantenkind, ja, heb ik altijd de drive gehad om de beste te zijn in alles, omdat dan zou alles opgelost zijn. Je 50 cent aan tijd is op, ondertussen hier op toilet. Well, damn. Vergeet je handen niet te wassen. En I'll see you the next time.